En de dienstverlening van het kantoor Paramaribo Centrum van het CBB aan de Dr. Sophie Redmondstraat zijn vanaf dinsdag 3 januari weer genormaliseerd. Deze dienstverlening was gestaakt omdat het gebouw door de eigenaar was gesloten wegens een achterstand in de betaling van de huur. De burgers kunnen nu weer bij dit bureau terecht voor de gebruikelijke diensten. Volgens CBB-directeur John Sahari zijn de plooien met de verhuurder over de achterstallige huur gladgestreken. We hebben altijd de formaliteiten eigenlijk in orde gemaakt, zodat de betalingen kan geschieden en zo. Maar u weet, er zijn wat financiële problemen, waardoor in de afgelopen periode, een paar maanden, ik denk 6 maanden zo, wat achterstanden is gaan ontstaan. En je weet, de verhuurder die wil ook geld zien, toch? En dus is er een probleempje ontstaan, als we zo zeggen. En ze waren tevreden. Dus in de afgelopen periode hebben we werk van gemaakt. Samen met het ministerie van Financiën om dan de betalingen gedaan te krijgen. Dus een deel van de achterstanden is ingelopen. Andermaal zag u dus directeur John Sahari van het Centraal Bureau voor Burgerszaken, het kantoor Paramaribo Centrum van het CBB aan de Dr. Sophie Redmondstraat, is vanaf dinsdag weer open. Dit nadat het gebouw door de eigenaar was gesloten vanwege een betalingsachterstand.